Bijzonder bezoek in de Amsterdam Arena. Op uitnodiging van Ajax werd het stadion bezocht door de nazaten van Piet van Reenen. Hij is de topscorer van Ajax aller tijden. Teammanager David Ent verwelkomde de gasten en gaf ze een heel bijzondere rondleiding. Zullen we even gaan kijken? Ja, leuk. Moet ik je tasje mee halen? Piet van Reenen is een man die eigenlijk veel meer eer verdient dan hij heeft bij Ajax. Het is de all-time topscorer van Ajax met 273 doelpunten in een carrière die begon bij Ajax in 1929 en in het begin van de jaren 40, in de oorlogsjaren, stopte. Maar het is een speler, een spits, die uit Utrecht kwam en die een geweldige staat van dienst heeft, die vele keren kampioen werd met Ajax. Maar als je willekeurig iemand op straat vraagt wie is de all-time topscorer van Ajax, zal denk ik niemand zeggen Piet van Reenen. Eigenlijk verdient hij dus veel meer eer dan hij heeft. Piet van Reenen speelde van 1929 tot 1942 in het Ajax-shirt. Hij is met zijn 273 doelpunten nog altijd de topschutter in de clubgeschiedenis. Omdat de midvoor altijd en overal scoorde, luidde zijn bijnaam Goaltjes Piet. We komen het museum binnen en het eerste wat we zien, Piet van Reenen. Hij zit daar in het midden met de bal, want daar was hij natuurlijk verliefd op de bal. David Ent ontving Ingrid en Loes van Reenen, de twee dochters van deze bijna vergeten Ajaxiet. Kleindochter Debbie, haar man Bastiaan en achterkleinzoon Bob maakten het gezelschap compleet. Terwijl ze werden rondgeleid door het stadion, haalden de dochters herinneringen op aan hun vader. Mijn vader was mijn vader, maar het was een hele goede vader voor ons. En we hebben heel vroeg onze moeder verloren. En daardoor kwam er heel veel op zijn schouders nog terecht. Maar ik moet zeggen, dat heeft hij zo fantastisch gedaan. Mijn moeder was 39 toen ze overleed, dus wij waren nog ineens puber. En naast zijn werk had hij dat er natuurlijk nog bij. De opvoeding van zijn dochters. Maar goed, dat heeft hij geweldig gedaan. En daar zijn we hem altijd heel erg dankbaar voor. En buiten het feit dat we ontzettend trots op hem zijn, over alles. En daar zijn we hier eigenlijk voor, wat hij bij Ajax heeft gepresteerd. In het Ajax Museum werd de familie nog eens herinnerd aan de grootheid van hun voorvader. Afbeeldingen van hem, samen met andere grootheden van Ajax, illustreren de betekenis van Piet van Reenen voor de club. Ga eens even kijken. Kijk, het is nu nog donker, maar je komt binnen en het licht gaat aan. Ook in het kleedkamergebied dook de topscorer aller tijden opnieuw op. Vreemd genoeg speelde Piet van Reenen slechts 2 interlands, wat weinig is natuurlijk. Het gekke is dat Piet van Reenen als international niet verder kwam dan 2 wedstrijden voor het Nederlands elftal. Dat had te maken met een zeer eigenzinnig karakter. Hij raakte een beetje in conflict met de toenmalige bondscoach Karel Lotsi, ook een beroemde naam uit het verre verleden. En dat leidde ertoe dat hij maar 2 keer werd uitgenodigd. Daarbij kwam ook nog dat hij vrij grote concurrentie had van 2 fenomenen uit die tijd, Beb Bakhuis en Wim Lagendaal. Maar eigenlijk, als je kijkt naar zijn scoren, had die man veel meer interlands moeten spelen. Na een bezoekje aan de Ajax Fanshop zagen de gasten de Ajaxiden van nu aan het werk op het trainingsveld. Bob van Reenen had vooral oog voor zijn favoriete Ajaxied Maarten Stekelenburg. Klaas-Jan Huntelaar pikte zijn doelpunten ook weer mee tijdens de training. Misschien verbreekt de spits ooit het oeroude record van Piet van Reenen. Bob, hoe vind je het bij Ajax? Nou, ik vind Ajax een goede ploeg. Ik ben er ook voor dus. En mijn overgrootopa is topscorer aller tijden. Ja, overgrootopa was Piet van Reenen. Ben je trots op hem? Ja, heel erg. Je bent zelf geen spits, hè? Nee, ik ben keeper. Heb je een beetje het talent van je overgrootopa? Nou, ik weet niet, want ik weet niet hoe die vroeger speelde, dus... Hij heeft in ieder geval heel veel doelpunten gemaakt, hè? Hou jij heel veel doelpunten tegen? Ja, best wel. Bij welke club speel je? Bij Unitas. Kan je het shirt even laten zien, Bob? Oké. Okay. Echte nummer 1, hè? Ja. Heeft uw kleinzoon een beetje de genen van zijn overgrootopa? Want hij heeft wel spel in zicht in ieder geval. Keept graag, maar hij vindt voetbal ook leuk. Dus hij zit nou zo'n beetje tussenin. De ene wedstrijd spelen, de andere wedstrijd keepen. Maar hij kan het wel. Maar ja, dat vindt iedere oma, hè? Denk je niet?
Wat is nou de mooiste Ajax-herinnering van uw vader? Ja, herinnering heb ik niet zo, maar gewoon omdat je er trots op bent. Dat, nu minder, maar vroeger hadden we heel veel mensen het nog wisten. Als iemand kwam, weet je wel, oh, Piet Verheyen en zo. Dat is nu inmiddels zo lang geleden. Dat weten de mensen nu niet meer zo. Die generatie is er ook niet meer. En de kinderen daarna, ja, die weten het ook niet meer zo. U heeft er iets bijzonders meegenomen van uw vader? Ja, mijn vader is 7 keer kampioen van Nederland geworden. En dan kregen ze als ze kampioen werden een medaille, zeg maar. Daar heeft hij er 7 van gekregen. Onze 2 dochters, die hebben er alle 2 eentje. En die andere heeft hij, goed als die was, uitgedeeld destijds. Heeft u meer van dit soort dingen bewaard van hem? Nou, ja, wel. Maar we hebben ook heel veel aan Ajax geschonken. Toen ze met het museum begonnen, zijn wij gebeld of zijn we benaderd om te vragen of wij misschien ook dingen hadden die leuk waren voor het museum. En daar hebben we het een en ander aan opgestuurd. En ik heb het wel dingen van herkend ook, dus het was wel leuk net in het museum. Kijk, en er staat 1929 tot 1969. Dat is het jaar waarin Piet Verheyen overleed. Hè? Na een ochtend vol mooie verhalen en belevenissen keerden de bijzondere gasten weer huiswaarts. Het was het einde van een mooie morgen. Een ochtend boordevol fraaie herinneringen aan Ajax-clubtopscorer Piet Verheyen.